manier gaan we weer. We gaan de verschillende in de kanoncyclus kijken. En ik heb het nog een keer voor je een beetje samengevat. In een TS-grafiek moet zo'n kanoncyclus een vierkantje zijn. Want je kunt alleen maar warmte uitwisselen als je dezelfde, reversibel uitwisselen, als je dezelfde temperatuur hebt als het temperatuurbad. Dus als je in contact staat met het temperatuurbad, moet je zeker de temperatuur hebben van het temperatuurbad. Dus hier sta ik in contact met het temperatuurbad. En die tussenliggende tijd, hè, moet ik precies tegenovergestelde doen, moet ik juist geïsoleerd zijn. Dus hier heb ik isotherm, hier heb ik twee adiabaten. Hè. En ik weet dat ik zo rondloop. Want ik weet namelijk dat dq is tds. Dus het oppervlakte van zo'n lijn, als ik naar rechts beweeg, zoek ik de warmte die het systeem uitgaat. Als ik naar links beweeg, zoek ik de warmte die het systeem uit. Nee, ja. Naar rechts in en naar links uitgaat. Ja. En omdat energie weer een goede toestandsvariabele niet zijn, als ik helemaal rondloop, ja, en ik dat oppervlakte dus overhoud aan warmte die net door het systeem ingegaan is, moet dat ook de arbeid zijn geweest die het systeem net overricht heeft. Ja. Dan had men gezegd, hoe kun je dat voorstellen? Nou, we beginnen met een isotherm. We brengen dus de zuiger met gas in contact met een warmtebad. De zuiger beweegt omhoog, hè, verricht arbeid. Zie je ook, er gaat warmte van het warmtebad uit, wordt arbeid verricht. Deze is dus minder dan hier. Anders had ik glaasjes verbroken. Dan vervolgens isoleer ik hem. Dan expandeert dat gas ondertussen verder. Het verricht daar ook voor arbeid. Maar er kan nog geen warmte worden aangevoerd vanaf de buitenkant. Ja. Dus dat gas koelt af. Ja. Dan breng je hem in contact met een lagere temperatuurbad. Dan begint hij weer te krimpen. En daarna uit. En het laatste stukje, hè, dan haal ik het temperatuurbad weer weg. Dan laat ik hem doorgaan met krimpen. Dan compress ik het gas. Hè, en warmte dus op. Ja. Dus ik heb vier slagen in dit proces. Eén, van daar naar daar. Die arbeid, de zuiger beweegt omhoog. Die arbeid wordt aangevuld in de vorm van warmte en de temperatuurbad. Twee, dat is een adiabaat. Ja, dan verricht ik alleen maar arbeid, je koelt ook af. Hè. Ja. Drie, dan. Waar ben ik daar? Dan verricht ik arbeid van buiten, dan duw de zuiger naar beneden. Weet je? Ja, dus, ja. Gaat arbeid in, warmte uit, dumpt hij in dat temperatuurbad. Ja. En het laatste stukje. Zoveel de compressie gaat alleen nog op arbeid in. Omdat er geen warmte meer uit gaat, warmt hij op. Zo gaat hij dat kringetje rond. In een PW-grafiek zag het er zo uit. Hè? Die lijnen, P mal V is constant. En deze lijnen, de adiabaten, P mal V, maar gamma is constant. En die gamma was CP onder CV. CP was bij constante druk, denk ik van het water op het vuur. CV is gewoon een beetje cola op het vuur. Dan hou je volume constant. Een beetje kromme vergelijking, ik hoop dat je snapt het. Dan hebben we helemaal die hele kanoncyclus afgekend. Dan eerst deze opmerking. Ik ben net nog een keer gevraagd. Wat ik deed is, ik wilde je aanpraten dat die vorm van die entropie inderdaad zoiets moest zijn. Delta Q gedeeld door T, dq, ds, dq, dt. Je had dat gedaan door te zeggen: je hebt nou een temperatuurbad, zodat je geen externe variabele hebt, geen volume hebt wat verandert, wat verricht arbeid. Dat moet een extensieve grootheid zijn, hè? Als dat systeem in n deeltjes verdeelt, verdeelt zich de warmte ook in n deeltjes. Temperatuur niet, hè? Dat is een evenwicht. Ja? En de som van al die blokken samen moet natuurlijk de totale entropie zijn. De enige oplossing die deze vergelijking heeft, is dit. Een voorfactor die nog van de temperatuur mag afhangen, is wat lineair in de warmte is. Anders kan het niet. Nou, wij hadden snel door de bocht geargumenteerd. Nou, die voorfactor moet dimensieloos zijn, dat is een ordeningsparameter. En de enige manier dat we dat voor elkaar kunnen krijgen, is om als 1 gedeelte t te nemen. De temperatuur is ook een vorm van energie. Ja? Clausius deed het iets anders. Die zei, die begon hiermee en die zei van, kijk nou, ik ga dat kanoncyclusje hier gebruiken als thermometer.
als een van die baden neem ik het vliegtuigpunt, en van de andere baden neem ik een temperatuur die ik wil meten. Iedereen weet wat het vliegtuigpunt is? He? Water heeft bij één specifieke druk en temperatuur alle drie de fases: vloeibaar, gasvormig en vast. Heb je het gezien? Dan straks even googlen. Ja? Dan moet je een keer zien. Dat is echt best spectaculair. En dat kan maar bij één temperatuur en druk. Gewoon een kookpunt van water is niet een handig punt, hè. Kookpunt van water hangt namelijk af van de druk. En je moet iets hebben op een hele specifieke temperatuur. Dat is dat trigger-punt. Ja. En zo kun je dus ook een thermometer maken. En als je dan het rendement van die thermometer uitrekent, met behulp van deze functie, kregen we dat het rendement, het maximale rendement, was 1 min g van t hoog, gedeeld over g van t laag. Aan de andere kant wisten we voor de ideale Carnot-cyclus met een ideaal gasfeit, ja, dat t laag gedeeld moet over t hoog moest zijn. Met andere woorden, die functie g van t moet 1 keer met t zijn. Ja. En eigenlijk zag je het al, hè? P keer v heeft de dimensie van de arbeid, energie. Dus aan de andere kant moet ook energie staan. Ja. N en a, dat zijn getalletjes. Ja. Dus het moet die T die kapotsman wil zijn. Ja? Dan hadden we doorgestapt. Hè. Ik wilde je overtuigen dat het integraal van dq gedeeld door T altijd klein of gelijk aan 0 moet zijn. Ik had een cyclisch proces genomen. Ja? Allemaal temperatuurbaden, gaat warmte in. En dat heb ik verbonden met een nieuw systeem, dat rode stuk, dat had ik zelf bijgezonden. Met één groot temperatuurbad. Er zat allemaal Carnot-circuit tussen. En die vulde de temperatuur wat net zoveel warmte aan als daaruit ging. En omdat ik wist dat het Carnot-circuit was, wist ik hoeveel warmte die hieruit kon trekken. Namelijk T0 gedeeld door temperatuur. Ja, dat is deze factor eigenlijk. Ja. Dan kon ik uitleggen hoeveel warmte in totaal van dat temperatuurbad ontrokken was. Ja. En dan zeg ik van, kijk eens, wat ik hier in essentie heb is één temperatuurbad. En dan een hoop rook en dan komt aan de andere kant de arbeid uit. Wat niet zo mag zijn, volgens Clausius, is dat ik hier warmte uittrek en de arbeid uitkomt. Andersom mag wel, hè. Je mag er arbeid instoppen en warmte dumpen in het bad. Dat mag wel. Dus die delta Q0 moet altijd klein of gelijk aan 0 zijn. Clausius. En dat zorgde ervoor dat die kringen te gaan van dq tot t klein of gelijk aan 0 is. Ja. We komen al heel dicht in de buurt. In het argument dat ook nog kort genoemd, dan laat ik dat maar even overstaan. Ja? Nou, als ik nou twee irreversibele paden van punt A naar punt B, als de kringintegraal 0 is, irreversibele paden, maakt jongen, omdat de kringintegraal 0 is, dan is het pad toch niet meer belangrijk. Dus voor reversibele paden ja, 2, hè, kringintegraal van dq gedeeld door t vanuit zijn reversibele pad, laten we dat expliciet bijschrijven, is 0. Dan heb ik toch aangetoond, zolang je maar een reversibele paden volgt, dat het een goede toestandsvergelijking is. Zolang maar een reversibele pad is, ja. Dat is iets anders dan het irreversibel is. Ja? En dan kan ik dus toch een variabele introduceren. S, de entropie van punt A, is het integraal van 0 tot A van dq gedeeld door t langs een reversibel pad. Net? En dan is toch integraal van A naar B van dq gedeeld door t is dan reversibel pad, hè? Ik heb het even achter RB als ik het goed vind. Dat is toch A naar 0 dq gedeeld door t dan is een reversibel pad plus 0 naar B dq gedeeld door t reversibel pad. Nou, hier staat al S van D.
Daar staat eigenlijk min S van A, kijk maar, als ik de integratiegrens omdraai. Even zo op pad. Is min A. Dus hier staat nog SB min SA. Zolang die reversibele pad maar bestaan, hè? Maar dat had ik als aanname. Dan is. Dus voor reversibele paden ben ik in business. En is dit een goede toestandsvariant? Nou, in reversibele. Dit is een irreversibele pad. Hier, rood. En dan ga ik dat sluiten met een reversibele pad. Eens? Dit argument, dat klokt zich niet uit of dat proces aan, of dat proces nou reversibel was of niet reversibel. Dus, ging het betaal. DU, doet het T, moest kleiner of gelijk aan 0 zijn. En ik weet al zeker dat dit kleiner dan 0 moet zijn. Nu doen we mee. Het proces is namelijk niet reversibel. Kan mij nou iemand zeggen waarom ik net zo'n hoog zout legde op dat deze temperatuur de temperatuur van de temperatuurbaan moest zijn? Waarom was ik daar zo expliciet in? Bij het reversibel pad, heb je dan een probleem? Ja, ja, want de enige manier dat het reversibel kan zijn, is als het op dat moment het systeem dezelfde temperatuur heeft als de temperatuur dat waarmee in contact is. Maar daar wel. Zie je dat? En dan weet ik niet helemaal duidelijk welke temperatuur ik moet nemen. Moet ik die nou van het systeem hebben, of die van het temperatuurbad hebben? Ik zei je, wat je moet hebben is die van het temperatuurbad. Dus als de temperatuur van het systeem hoger was, lag dan het temperatuurbad, hoe loopt de warmte het systeem uit? En kon ook nog meer terug. En dat kun je niet omdraaien. Ja? Als hij lager was, bewoog hij juist de andere kant uit. En kon niet meer terug. En dan was hij irreversibel. Ja, dan was hij daar zo adamant in. Dat de temperatuur echt de temperatuur is van het temperatuurbad waar je in contact staat. Ja? Nou, dan gaan we weer. A, B. Dus de integraal van A naar B langs pad 1. Hè? Van dq, deel van t, plus de integraal van b naar a, langs pad 2. 2, alsjeblieft. Van dq, deel van t, moet kleiner zijn dan 0. En gelijk aan 0 als je reversibel was, hè mensen? Dan zie je het al gebeuren. Dit dingetje hier is min SB min SA. Lees. Dus ik heb nou de integraal van A naar B van dq deel door t langs een irreversibel pad is klein of gelijk aan hè? SB min en a. En hij is gelijk als hij even ziet, dus ja, is beter zo. Ja. Ja. Zet het onder, hè? We zijn er bijna. Dus de entropieverandering, SB min SA, is de integraal groter of gelijk aan de integraal van A naar B, van dq, deel door t. Ik heb hier niets gezegd over het soort systemen. Ik weet niet dat het cyclus was. Dat had ik gedaan. Maar hoe je dat weet, dat weet als niemand. Dus als systeem had ik weer goed op kunnen nemen, als of in ieder geval adiabatisch.
komt van buiten geen energie bij. Dus als ik het systeem maar groot genoeg neem, zodat er van buiten geen warmte meer bij komt, is het DQ is nul. Dat geldt dus SB min SA groter of gelijk aan 0. Dus die grootheid die ik verzonnen heb, is dus ook een grootheid die of altijd toeneemt, dan is het irreversibel, of gelijk blijft, dan is het irreversibel. Wat wij nou even zien hier wel even waarom op het moment dat we zeggen dat DQ is 0, dit wordt groter gaat zijn dan. Dit is het geheel 0, hè? Ja, precies. Dus, dus SB min SA, groter gelijk 0. Heel flauw. Ja? Ik noem dit, wat ik nou af, wat jullie gedaan hebben, ik noem dat een leuke manier omdat het komt vanuit het denken van de termen van machines. Hè. Warmtemotoren, warmtepompen, cyclische processen, daar noem je dat zo. Wat bedoel je daarmee? Het is geïnspireerd door machines, stoommachines in dit geval. Is het duidelijk? En nogmaals, ik kan niet voldoende benadrukken hoe vreemd die uitdrukking eigenlijk is. DS is DQ delta T naar zijn reversibel pad. Dat is een exacte differentiale. Een goede toestand van ja. Hoe ik ook rondloop, ik krijg altijd hetzelfde. Die is het niet. Het is een evenwichtsparameter. Ja, dus blijkbaar doet die temperatuur iets met die niet exacte differentiaal. Het maakt uit hoe je loopt, zodat het plotseling weer een exacte differentiaal wordt. En de wiskunde is dat, dat heet een integratiefactor. Het is een niet exacte differentiaal. Dit ding noemen we de integratie. En er zijn mensen die gaan heel formeel met thermodynamica om. Ik noem hem altijd Castafiori, maar zo heet hij niet eens. Cata Theodori, zoiets. Dat is 1920-1930 al heel oud. Hè? En de gedachte een beetje daarachter is, als je alles weghaalt, het enige wat je mee over blijft is structuur. Dus als ik het maar kan formuleren in termen van structuur, hè, dan heb ik alles gevangen. Dus die schrijven dat ook op in termen van exacte differentialen, niet exacte differentialen. En adiabatische oppervlakte, dus oppervlakte waar langs definieel is. Hè. En dan loodrecht erop en noem maar op. Hè. Dus een heel formeel bouwwerk. Daar zal ik je niet meer lastig van, maar ik heb daar geen zorgen over. Het is wel dat je daar bewust. Net zoals je van die diep en invasom bewust moet zijn. Ja, dat je weet dat het staat. Zo gaat het eindspel van de volgende colleges. Ik zal er denk ik nu een stukje een volgende club nodig hebben. Eindspel. Ik zei ze vast op. Ik ben te langskomen en ik moet het bijbeuren. Nu moet ik opletten. Min PDV, dat is de arbeid,
En TDS, dat is de warmte. Maar en passant heb ik je wel gezegd dat de energie een functie is van S en V. Een beetje een rare combinatie, daar moet ik straks over nadenken. Het is wel een hele slimme combinatie. Kijk maar, S en V zijn beide extensieve grootheden. Als je het systeem twee keer zo groot maakt, worden die twee keer zo groot. Die T en die P zijn beide de evenwichtsparameters die horen bij verschillende soorten evenwicht. Dit was het mechanisch evenwicht, dit was het thermisch evenwicht. Weet je toevallig wat F voorstelt? Vrije energie. De vrije energie is zoiets, zal ik het straks laten zien, als de totale energie van het systeem. Minder totale energie van het systeem. Dat is de reden om de vrije energie altijd af moet nemen. En zo piemelt namelijk altijd toenemen. En dat vertaal je terug naar dat kleine systeem wat je hebt. Dat kun je, omdat je weet dat alle warmte die jij kwijtraakt in het systeem, zorgt voor een entropiestijging van de omgeving. Deze is een functie van T en W. Veel natuurlijker variabelen. Ja, dat zijn dingen die wij met alle dag meten. S meten we niet zomaar. Dan heb ik een S-meter. Je weet wat de H is? Enthalpie. Weet iemand wel wat dat betekent? Wat betekent die term? Zo net als dit, de totale entropie van het systeem, dat is de enthalpie. Dat is ook een chemische term erachter. Ja, het is chemisch gemaakt, maar heel veel. Ik denk hier met de gipsvrije energie. Weet je nog wat ik net zei? Een CW, soortelijke warmte, dat is als je een dicht volume neemt en een vlammetje onderzet, en dan is DU, is CV, DT. Ja, ik kan geen arbeid verrichten. Maar dat is niet zoals het normaal gebeurt. Normaal wordt het gas warm, en dijt uit. Het is eerder zoiets. Ik teken dat als een pannetje, maar dat is een beetje, ik hoop dat je mijn beeldspraak begrijpt, hè? Vlammetje eronder. Ja. Maar nu is het probleem, omdat het niet alle warmte die ik gebruik, energie die erin stroomt, wordt gebruikt voor het opwarmen van het water, van het gas. Ik verricht ook arbeid doordat het gas uitleidt. Ja. Wat ik nou ga doen, is alvast bij de energie die ik erin steek, die term van arbeid er vanaf trekken. Meis? Denk eraan, hij verricht arbeid min PDV, dus de vanaf trekken is plus PDV. Hè? Als ik dit nou bij een constante druk doe, staat hier eigenlijk delta U plus PV. En dit stukje, dat noemen we de entropie. Dus als je zo zou willen, soort warmte bij constante druk, dat is eigenlijk het ding wat je heel vaak gebruikt, hè? Minder dan die jij, dat gebruik je vaak bij vaste stoffen. Maar vloeistoffen, gassen hadden dit. Dus dH, dT, constante druk. Heb ik nog niks gezegd, hè? Ik heb nog niet gezegd hoe je die H moet meten. Tot nu toe is het gewoon een wiskundig trucje. Ja, mee eens? Dus dat moet ik ook nog uitvinden. Maar ik geef je alvast het doel waar we naartoe willen. Ja? Weet je toevallig iemand van deze? De kipsenergie. De G. Is die bij statistische fysica in huis gekomen? Ja. Wanneer gebruik je die kipsenergie? Statistische fysica doet. Ja, maar waar de statistische? Als er energie gezet in de bindingen van de deeltjes. Ja, dat is in. Als je? Energie zoekt. Aan de formatie van je gas. Ja, bijvoorbeeld, hè, of als je verschillende fases hebt. Ja. Al dat soort dingen. Dus als het een inhomogeen systeem is, dan is hij op zijn best. En ik zal je straks laten zien dat de gipsfase. Het feit dat we systemen die homogeen zijn, hè, alleen maar vloeibaar zijn, dat noem ik homogeen. Dus koffie is homogeen in mijn term. Ondanks dat er melk en cafeïne en allemaal vloeibaar. Allemaal dezelfde fase.
over gas, hè, de lucht hier, is homogeen voor mij. Ondanks dat het stikstof en zuurstof en kooldioxide is, noem ook, hè, kan ik eigenlijk verrassend weinig variabelen beschrijven. Twee. Niet eens een drie. Twee maar. Druk maar voldoende. Waarom heb ik hier geen drie? Waarom heb ik temperatuur niet nodig? Waarom kan ik de gas in de lucht, hè, alleen maar met twee variabelen beschrijven? Ideale gasvet. Ja, en dat heet niet meer. Hoe heet dat? Een toestandsvergelijking. Toestandsvergelijking, ja. Dus in combinatie met een toestandsvergelijking die, hè, daar zit vaak de wiskunde in, de natuurkunde in, heb je maar twee variabelen nodig. Een ander ding dat die, dus ook geeft die Gibbs faseregel, die geeft je een regel waarmee je van tevoren weet hoeveel variabelen je nodig gaat hebben. Hij zegt je ook dat het niet mogelijk is om meer dan drie fases tegelijk te hebben. Dat tripletpunt waar ik het net over had, waar je vast, vloeibaar en gas tegelijk hebt, je kan er geen vier hebben. Je mag daar niet nog een plasma bij. Dat lukt niet. Zeker niet. Ja? Dus, ja. Nou, dat is. Die haven, wat is dat voor functie? SNP, ja. En die G? TNP. Ja? Dat is één deel waarom ze zo krachtig zijn. Het andere deel is, deze vier grootheden zijn toestandsvergrootheden. Dat betekent dat het exacte integralen zijn, hè, de differentiële. Dat betekent dus ook dat dt, dv, bij constante s, dus deze afgeleid naar deze, is min dp, ds, bij constante v. Dat betekent ook min ds dv is gelijk aan min dp dt, goede dingen meespreken, v en t. Dat betekent ook dat dt dp is dv ds, dat moet je ernaast zetten, ds. En deze is min ds dp, constante t, is dv dt bij constante dv dt bij constante t. En die vier vergelijkingen, dit Lagrangevergelijking, zijn verschrikkelijk machtig. Kun je snappen waar ze vandaan komen? Ja, dat is goed. Zullen we het even uitleggen? Ik pak even deze post. Daar staat eigenlijk: du is du ds bij constant v. Plus du dv de constante s dv. En dat staat eigenlijk. Het is straks met temperatuur. Ja, het is straks met druk. En nu moet du ds dv is gelijk aan du dv ds. Dat is een exacte differentiële. Dus niks. Dan mag ik de volgorde waarin ik differentieer omdraaien. Ja? Hier staat ddv van t is dds van min p. Daarom staat dat er. Ja? Dat is waar we straks naartoe willen. Duds bij constante v is gelijk aan afgeleide van v van duds. Waar kijk je naar heen? Ja. Dus duds, dan neem ik ddv van. Oh. Het is gelijk aan dds van die. Wat is allemaal doen. Ja. Het is gekruist, hè, zie je dat? Ja. En de volgorde waarin we de dingen doen, hè,
mag niet uitmaken. Als het een exacte differentiaal is, hè? Bij een niet-exacte differentiaal, dus als het geen goede toestandsvariabele is, mag dat dus niet, hè? Dat is waar ik straks naar ga. Ik ga heel lang etteren over die u, hè? Ik ga eerst laten zien u als T van V, u als TNP, en dan moet ik aanvragen om het slim is S en V te gebruiken. Hè? Als we dat eenmaal hebben, gaan we eens goed kijken wat deze entree, die heb ik al een keer kennis mee gemaakt. Dan laat ik je zien waarom die vergelijking zo waanzinnig mag zijn. En dan lijkt het ons bekend over. Ja. En dan? Huiswerkopgave, de laatste opgave. Dat is weer, dat gaat een keer over bijzonder cellen. En dan zul je zien dat, net als voor de windmolen, het maximale rendement van de zonnecel eigenlijk weer 63% is. Beter kan niet. Ja. En die 63% dat is de Samsung. Ja. Jullie doen het tot 3 lagen toe en dan kom je op 62,5 precies. Ja. Veel meer beter dan dat kan dus niet. Er zit in de benzinemotor. Dus dan ga je, wat ik hier nou deed voor de KNO-motor, doen bij de benzinemotor. En dan is uiteindelijk mijn vraag. Waarom is die benzinemotor zo eigenlijk zo ineffectief? Wat maakt dat die zo slecht is? Ja? Wat stond er nog meer in? Er stond een eigen cyclus om te proberen in. En er stonden wat energievragen in. Dat is het eigenlijk. En nu is mijn vraag een beetje is, hoeveel moeite heb je om met de huiswerk zonder bij te blijven? Want ik sprak daar wel een stroom sommen in, hè? Maar als je niet de kans krijgt ernaar te kijken, is het weinig zin. En dit is wat ik inschat wat te doen is. Dus zeg het maar. Is het te doen of niet?